Ja. De wedstrijd is inmiddels begonnen. De scheidsrechter heeft gefloten. Heiko Michelsen. En daar, gelijk een aanvalletje van DVS, maar in de kiem gesmoord. Het zou wel een heel mooi cadeau zijn voor Ermelo ook, 50-jarig bestaan. Daar komt hij, het eerste cadeau. Nou, bijna. Sam de Wit, volledig in de aanval. Sam. Een enorme pegel van El Ablak. Iets te hoog. Iets te hoog. Ja, iets te hoog. Lennart Tol, de nummer 9. En Roy Tol, de nummer 7. Die zullen we in de gaten moeten houden. Want als je Tol heet van je achternaam, dan kun je die verdedigers wel eens helemaal Tol draaien. Frank Olijven, laat hem lopen. Ja. Ja, er komt een kans aan voor Volendam. Helemaal niemand verder. 1-op-1 met Daan Huiskamp. Ja, dat hij is schiet hem. De bal binnen door de fout van Nassim El Ablak. Die een beetje inhield bij dat schot. En ja. Lag er heel veel ruimte. En zo komt Volendam hier al snel op een voorsprong. In de 9e minuut namelijk. Op 0-1 doelpunten maken. De nummer 9, Lennart Tol. En dat is wel een klap. Ja. Oh, slechte bal daar. Gewoon gaat het weer een kans opleveren voor Volendam. Een hele goede redding daar van Daan Huiskant op het schot van Roy Tol. Nee, die verdediging zit niet goed, want er komt er nog een kans aan. En die gaat naast. DVS erg onder druk. Het klopt niet. Diepe bal. Stef Nijland. Zet die bal daarvoor. Omar. El Ghazouani. Jammer. Mooie, bijna Van Basten. Mooie paas. 1988. Ja, mooie paas, mooi schot. Ja. Bijna Van Basten. Die was iets verder, hè? Muren. Ja. Muren, paas, muren. Muren. Ja, paas, ja. Goal. Ja, precies. Wat een goal, wat een goal. Ja. Nu misschien. Mooie paas. Stef Nijland. Daar gaat hij. Stef Nijland. Jammer. Net naast. Zonde. Jammer. Heel goed. Prima paas, Omar El Ghazouani. En nu Volendam weer. Half uur gevoetbald hier. Er gaat weer een kans aankomen. Doelrijpe kans. Hier zit hij goed tussen. Ja. Dat moest ook. Rare carambolage daar in het strafschopgebied van DVS. Maar goed werk Maarten van Dijk. Ja. Goed werk keurig, Maarten keurig. Van Dijk. Prima. Goed gevoetbald. El Ablak. Ja. Als je het doet moet het wel goed. Lijkt allemaal leuk, maar het is niet effectief. Oh, Sam de Wit. Goeie bal gepakt van Daan Huiskamp. En dit is de tweede cruciale redding van Daan Huiskamp. Houdt DVS in de race. Daar toch weer balverlies wat bijna dodelijk zou kunnen zijn. Kijk, dit kunnen ze zo goed. Volendam. Nou. Een rare carambolage, maar toch. Wederom een redding van Daan Huiskamp. En uiteindelijk ontzettend veel geluk, DVS. Die bijna assist van die speler die bal op het laatst gaat. Ze hebben maar heel weinig ruimte nodig om die bal bij elkaar te geven, die mannen voorin. Ja. Komt-ie. Oh, Ali Akla. Even naar beneden knikken en het is 1-1. Maar nu staat het nog steeds 0-1. Prachtig hakje. Dat leek er meer op. Nou, de beelden zullen het uitwijzen, maar...
leek mij een penalty. Oh, dat knakt wat, leek het wel. Zo'n pittige mij ook, ja. Box hoor. Oh, hier. Nou, komt daar de 0-2. Ja hoor. Ja, 0-2 voor Volendam. Tol. Terwijl we hier kijken de naar nummer 7. Roy Tol. Persoonlijke fout. Diep triest. Goeie bal op Erin. Kijk wat hij ermee kan, maar de bal bij Ali geven. Ja, er komt er 2-1. Ja. Olijf, nee, 19. Lars van Wetering. Ik zeg Olijf, nou, maar wie anders dan Lars van Wetering maakt de achterstand redelijk draaglijk. We zijn weer in de race. De spanning in de wedstrijd is terug, mag ik zeggen. Het is nog geen 5-4. Maar kijk eens wat daar gebeurt. Ali Akla. Moet scoren. Nou, nee hoor. Oh, Ali Akla raakt daar de bal kwijt. Dat is een beetje link. Kras. Oeh, weer een heel mooi paasje hoor. Dat kunnen ze, hè? Hij krijgt wel 2 krasloten. Stef Nijland. Prima goeie paas. Goeie, prima bal. Op de jammer. Vuisten nog van Bink. Keer. Dit loopt door. Omar El Gazouani. Arzini. Gazouani. Ja! Ja! Omar El Gazouani. Omar El Gazouani. En de assist was van... Arzini. 2-2 hier. Langzaai hier, TVS. Tim van den Berg. Goeie bal zeg. Arzini. Ali Akla. Nicky van Hilton. Oh, helemaal vrij. Ja! Doelpunt! Omar El Gazouani. Oh, Omar El Gazouani kopt hem tegen de raad. En DVS hier op een 3-2 voorsprong. En Volendam kraakt. En Volendam... nu wel voorbij gestreefd. 3-2 hier voor DVS in de 84ste minuut. Terwijl het ophoudt met zachtjes regenen. Ali Akla, Lars van Wetering. Boom! Stef Nijland! Ja, de goal! Oh! Kijk, één moment. Spetst uit op de lat deze bal. Kijk, daar gaat Volendam weer. Oh, Lars van Wetering bijna in de scoring of in een goede positie. Ali Akla passen op zichzelf. Maar er zit... ja, dit is 4-2. Nee, dat is... Jawel. Nee, ja, nee, zijn het. Weer die Bink, hè. Hij haalt er toch nog weer een paar uit, Sander Binken. Het is wel een Bink. Zeker. In mijn commentaar voor DVS TV livestream heb ik een paar keer het woord veerkracht genoemd. Dat slaat wel, denk ik, op deze wedstrijd, Peter. Ja, ik denk dat je dat in de eindfase gezegd hebt. En daar zag het misschien niet helemaal naar uit. Kijk, heel reëel, als zij ons de eerste helft hadden, zij ons natuurlijk enorm pijn kunnen doen. En niet eens zozeer omdat zij zo goed voetballen, maar omdat wij ons het gewoon eigenlijk gewoon weggeven. En ik vond ze niet eens heel slecht aan de bal. We hebben ook al onze mogelijkheden gehad de eerste helft. Maar wij helpen hun natuurlijk enorm in het zadel. En mag je blij zijn dat je maar met 1-0 de rust in gaat. Ik zei na 30 minuten van, voor mij is Daan Huiskamp al man of the match. Maar later werd het een ander. Maar dat had ook zomaar gekund, Peter. Ja, uiteindelijk Omar. Daan is in die paar momenten hartstikke belangrijk geweest. Zonder mensen tekort te doen. Maar als je kijkt wat Ali allemaal doet vandaag. Echt, wat een strijder is dat, jongen. Daar word ik wel heel blij van. Dat is echt een voorbeeld voor heel veel spelers.
Dat is inderdaad fantastisch. Het woordje restverdediging, dat heb ik ook één keer gebruikt. Die term ken je wel, hè? Jazeker, ja, ja. Kijk, ze speelden toch iets anders dan we verwacht hadden. We hebben teruggekeken, 4-3. Maar, ja, ze was eigenlijk gewoon een 4-4-2 met een ruit op middenveld. Waar onze twee centrale verdedigers gebonden werden door hun twee spitsen. Frankie gebonden werd door hun diepe 10. Ja, ze hadden zeker in de omschakeling soms een man over. En ja, die goal die we 1-0 tegen krijgen, ja, gaat Oma, of Nassim natuurlijk veel te wild het duel aan. Dan mag je, dan hoef je het duel niet te winnen, maar mag je hem zeker niet verliezen. Als je zo staat, zeg maar. En hij gaat volle bak erin, met alle risico van die in de klutsbal. En we zijn weg. Slecht georganiseerd. Leuke jonge ploeg, Volendam. Aanwinst voor de derde divisie, denk ik. Want in het begin zei ik van dit wordt een 5-4 wedstrijd of 7-3. Ja, nou ja, kijk, natuurlijk jong. Ja, je kan niet ontkennen dat wij natuurlijk denk ik wel 70% de bal hebben gehad. In die zin ben ik het niet met je eens. En ze kunnen aardig voetballen. Alleen dat hebben ze tegen ons. Zijn natuurlijk weinig bij ons op de helft geweest. Ja, vanuit de omschakeling een aantal keren. Maar voetballend zeker niet. Ze hebben veel ballen weg moeten schieten. Maar Peter, gezien het aantal kansen. Volendam heeft er een stuk of 4-5 gehad. Wij een stuk of 8. Dat had gewoon 8-5 kunnen zijn. Natuurlijk. Dat bedoel ik eigenlijk. Okay, nee, dan heb je gelijk. Maar nogmaals, dat zat bij hun met name in omschakeling. En wij moesten gewoon heel veel voetballen voor een paar kansjes. Dat is eigenlijk sowieso thuis altijd het geval hier natuurlijk. We zijn natuurlijk niet de meest scorende ploeg. Voor deze wedstrijd 7 goals gemaakt. Ja, als je dan met 2-0 achterkomt, had er best wel een hard hoofd in. Ja, en toen viel Omar El Ghazouani een beetje ongelukkig. Ik hoorde zelfs wat kraken. Ik denk, oh, dat is niet helemaal goed. Daarna een paar misverstanden. Toen werd het 0-2. En diezelfde El Ghazouani beslist hier gewoon zomaar de wedstrijd, Peter. Ja, de kleinste man van het veld. Kopbal. En die bal samen met... Karim, zeg maar, die erin kwam. Goeie goal. Laag in de hoek. Verre hoek. Goeie goal. Lekker voor Oma. Want die heeft echt op zijn kant moeten wachten, zeg maar. Hij heeft natuurlijk best wel veel ingevallen. Wij zien hem, denk ik, vanaf de linkerkant of vanaf de rechterkant. Ja, wij zijn ook hartstikke tevreden over Ali en Benna. Zij moet echt strijden voor zijn plekje. Net als de rest natuurlijk. En hij grijpt vandaag. Is hij gewoon voor ons heel belangrijk. Voor de ploeg goed. Maar ook voor hem natuurlijk zelf. Het mooie was, iedereen leeft mee, ook op de bank. Iedereen is blij voor elkaar. En nu valt het allemaal samen. Hetzelfde had je 2-2 gespeeld of 2-1 verloren. En nu uiteindelijk win je met 3-2. En dat doet natuurlijk heel veel met een ploeg. Wel een overwinning van samen en veerkrachtig. Ja, samen. Nou, om jouw term, het blijft veerkrachtig. Maar ook wel, ik denk ook wel uiteindelijk heeft het voetbal, het initiatief heeft wel zegevierd, denk ik. Wij hebben het initiatief gehad. We hebben veel de bal gehad, maar ook het initiatief gehad. We hebben ook gespeeld om te winnen. Uiteindelijk heeft dat zegevierd. Mooi. Genieten van in dit weekend. Maandagavond even bespreken. En dinsdagavond gaan we er weer voor. ASWH. ASWH, mooi. Lekker thuis weer. Dus we kijken er alweer naar uit. Mooi. Okay.